Welkom op de bouwplaats van Baker City. De directie Facilitair Management en Vastgoed geeft u een kijkje op de bouwplaats van het project Baker City Stay. Samen met de vele bouwvakkers dragen wij zorg voor het verduurzamen en renoveren van Baker City voor de faculteit bouwkunde. Het project Baker City Stay staat voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud en het verbeteren van het comfort, zodat het voor de komende 30 jaar geschikt is. In het ontwerpproces zijn alle mogelijkheden overwogen door het ontwerpteam aan de hand van het beschikbare budget en uiteraard rekening houdend met de monumentale status van het gebouw. We verbeteren de installatie en gaan ongeveer 3 keer zoveel lucht verplaatsen in het gebouw, welke direct naar binnen en buiten gaat via de gevels. Voor de aan- en afvoer van lucht maken we gebruik van de bestaande historische zuurkastopeningen. En naast het klimaat en de luchtbehandelingsverbeteringen pakken we ook de buitenschil aan en restaureren daar waar nodig. We hebben gekozen voor dubbelglas met zonwerende kwaliteit dat grotendeels geplaatst wordt in de bestaande stalen kozijnen. Op de tweede verdieping vervangen we de gehele houten dakraamstrook, bekend van de kleurtjes, de aluminium kozijnen met dubbelglas. Ook worden hier alle goten en platte daken vervangen. Om in de winter de warmte goed binnen te houden, isoleren we de kap. Het project is extra complex omdat er verbouwd wordt met de deuren open. Het onderwijs, werk van onze wetenschappers en ondersteuners moet gewoon doorgang vinden. Met bufferzones tussen het bouwgebied en werkruimtes proberen we zoveel als mogelijk de geluidsoverlast te beperken. Werkzaamheden die meer geluidsoverlast veroorzaken, worden buiten kantoor en collegetijden ingepland. Dit alles resulteert in een bouwplanning verdeeld in circa 12 fases genomen over 2 jaar. De bouw is begonnen in de zomer van 2013 en we verwachten het project op te leveren in de zomer van 2015. Kortom, een bijzonder project waar een historisch gebouw zo duurzaam en energie-efficiënt als mogelijk verbouwd wordt.